Bij uitgeverij Brepels Publishers is er een nieuw boek verschenen. Het verleden vertelt, Turnhout en een vleugje Kempen in 50 verhalen. Geschreven door Harry de Kok en Sam van Kleemen. Sam van Kleemen is bij ons in de studio. Goeiedag. Goedenavond, meneer van Kleemen. Waarover gaat het boek? Het boek gaat eigenlijk over de cursiefjes die Harry de Kok als stadsarchivaris vele jaren lang voor Radio 2 heeft uitgesproken om de 2 weken, 's middags, over de Turnhoutse geschiedenis en over de omliggende gemeentes. Dat waren er dan veel meer dan 50? Dat waren er veel meer dan 50. Ik ben ongeveer 200 teksten bewerkt. Jullie hebben er 50 verhalen uit overgehouden. Hoe zijn jullie daaraan begonnen? Al die 50 verhalen zijn eigenlijk samenvoegingen van verschillende teksten. Bijvoorbeeld de kermissiet op de markt, die is misschien wel 5 keer ter sprake gekomen, omdat Harry elk jaar wel een cursiefje bracht over de kermis. En we hebben die gewoon samengevoegd tot 1 samenhangend verhaal. Dus zo hebben we in totaal 50 verhalen samengesteld, elke keer rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld de bijaard van de Sint-Pieterskerk, de kazerne en zo verder. Is dat bekeken vanuit geschiedkundige hoek? Want jullie beiden zijn geschiedkundigen, hè? Dat is inderdaad gebaseerd op geschiedkundig onderzoek. We hebben heel wat bronnen geraadpleegd, zoals het vroegere tijd en de schepenregisters, maar ook de plaatselijke pers uit de 19e en 20e eeuw. En natuurlijk ook de uitvoerige literatuur die er bestaat over Turnhout. Hoe ver kunnen jullie teruggaan over Turnhout? We zijn heel ver teruggegaan, namelijk tot in de prehistorie. We hebben een stukje gewijd aan de opgravingen die er zijn geweest in vroegere tijden rond de Philipkisvijver. Daar begint chronologisch het verhaal en dat loopt eigenlijk door tot heel recent. U bent eigenlijk wel heel vruchtbaar, als ik dat figuurlijk natuurlijk, op dit ogenblik. Het hoeveelste boek is dat al nu? Hey, ik ben eigenlijk de tel kwijt, maar ik geloof het 10e of zoiets. Dus het begint al stilaan op te lopen. En dat nog op jeugdige leeftijd? Ik ben 40 geworden, dus zo jong ben ik niet meer. Nee. Welke zijn de plannen voor de toekomst? Ik ben nu een reisgids, een historische reisgids naar de geschiedenis van Vlaanderen aan het maken. Die verschijnt heel binnenkort. En ik ben ook aan het schrijven aan een biografie van de Duitse kanselier Willy Brandt. Het verleden verteld gaat over Turnhout. Dat suggereert dat er nog mogelijkheden in zitten voor andere steden. Hebben jullie ook daaraan gedacht? Andere sprekers hebben op de radio inderdaad ook verhalen uitgesproken, bijvoorbeeld over Mechelen en Lier. En die zijn ook, in Mechelen bijvoorbeeld, die zijn ook allemaal uitgegeven. Hoe is eigenlijk die samenwerking tussen Harry de Kok en uzelf tot stand gekomen? Wij werken al heel veel jaren samen. Eerst als student, maar later ook voor ons boek over Turnhout tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn we echt pas beginnen samenwerken. En toen Harry die verhalen wilde uitgeven in boekvorm, zag hij dat niet zitten om al dat vele werk helemaal alleen te doen, heeft hij mij aangesproken om eraan mee te werken. En omdat ik mij nog herinnerde, die verhalen op de radio, heb ik meteen toegezegd. Het boek ligt hier voor mij. Het is rijkelijk geïllustreerd. Waar is het te verkrijgen? Het is te verkrijgen bij de 2 Turnhoutse boekhandels, de Standaard Boekhandel en de Boekuil. En overal elders bestelbaar. Hoeveel exemplaren zijn er gedrukt? 1000 zijn er gedrukt en men heeft mij er juist verteld dat het een groot succes is. Het is eigenlijk ook de moment om het boek uit te brengen, hè? Een geschenkenperiode zoals nu. We hebben het bewust gedaan een aantal weken voor kerstmis, omdat wij ook weten dat dan alle mensen op zoek zijn naar een passend geschenk. Daar mikken we natuurlijk op. Een schrijver is ook altijd een beetje commerciant. Dat is natuurlijk zo. En ook de uitgeverij wil er graag geld aan verdienen. Goed zo. Sam van Kleemen, bedankt voor deze uiteenzetting. Graag gedaan.